Jasper, je bent een tijd dakloos geweest en je bent echt op zoek geweest naar een huis en een thuis. Hoe is dat zover gekomen eigenlijk? Nou, ik woonde op een plek, daar botste het eigenlijk tussen mij en de andere mensen. En toen is omdat ik 18 was en de jeugdzorg dan geen zorgplicht meer over je hebt, hebben zij de zorg gestopt. Heel abrupt en toen ben ik dus dakloos geraakt en zo ben ik bij Kamers met Aandacht beland. Helene, Shanley, jullie hebben een kamer beschikbaar gesteld in jullie huis. Een kamer met aandacht, wat houdt er precies in? Dat is een initiatief waarbij je een kamer beschikbaar stelt aan iemand die op zichzelf gaat wonen. Maar waarbij het wel fijn is als er nog iemand in de buurt is. En wat voor aandacht hebben jullie Jasper kunnen geven? Ik denk dat we vooral hele normale dingen gedaan hebben. En zo hebben we op een gegeven moment bijvoorbeeld samen gekookt. Het was een heel mooi moment omdat we dan echt eventjes de tijd hadden om met elkaar te zitten en uit te wisselen hoe het gaat. En voelde je je meteen thuis bij ze? Nou, niet meteen. Dat had niks met hun te maken, maar dat heeft toch te maken met dat je angstig blijft om weer weg te moeten. Hoe langer je hier blijft, hoe makkelijker dat werd. En op een gegeven moment zijn we samen dingen gaan ondernemen. We hadden wel de momenten echt samen dat je samen tv keek of samen ging koken. Dan heb je ook gewoon gesprekken die je anders niet hebt, omdat het dan een soort van ongemakkelijke setting is. Ik denk dat ik in vergelijking met hoe ik hier kwam en hoe ik hier ben weggegaan, dat ik veel meer liefde kende en een veilige haven. En mede door Kamer met Aandacht heb je gewoon weer een doel gekregen in je leven? Een doel, maar denk ik ook vooral gewoon een visie op hoe het leven eigenlijk hoort te zijn. Iets wat ik miste in al die jaren daarvoor.